Strakjes ga ik mijn stukje van de mito-estafette doen. Van mijn huis in Deventer naar het volgende mito-hartpunt in Terwolde. Dat is ongeveer 12 kilometer. En ik ga proberen om dat op de fiets te doen. Samen met mijn familie en vrienden die me gaan steunen. Een paar jaar geleden had ik nooit het aangedurfd om dit te gaan proberen op de fiets. Dan had ik iemand moeten vragen om met mij met een auto of op wat voor manier dan ook in Terwolde te komen. Maar ik ga het nu op de fiets proberen. En heen en terug. Dus dat wordt 24 kilometer fietsen. Ik denk dat ik het kan. En de reden dat ik dat denk is dat ik een van de gelukkigen ben die het medicijn in ontwikkeling, Sonlicramanol, mag proberen. Ik neem het inmiddels al bijna een jaar. En ik merk echt heel groot effect. Ik heb veel meer energie. Ik voel me gewoon een stuk beter. En daarom durf ik het nu ook aan. Maar ik gun het alle andere patiënten ook om het medicijn te nemen. Dus vandaar dat ik ook druk bezig ben geweest met geld inzamelen voor het medicijnonderzoek. Zodat we zo snel mogelijk het medicijn bij de apotheek kunnen krijgen. Wij allemaal en niet alleen de 7 die het nu mogen testen. Ik ga straks op de fiets en jullie krijgen vast nog heel veel video's en foto's van mij. Dus jullie zijn nog niet van me af. Volgens mij komen ze eraan vanuit Zutphen. We gaan zo meteen verder met filmen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk dat jullie met de zon erbij, ja. Oh, heerlijk. Daar gaan we weer fietsen, dus dat is wel zo prettig. Kijk eens. Deze. Dankjewel. Actief. En dan het hart. Ja. Wil je hem omarmen? Ja, dankjewel. Ja, mooi. Wat leuk! Alsjeblieft. Om dit, mee te gaan doen. Ja, heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. Gaat je zeker weten lukken. Ik vind je hartstikke dapper. Dankjewel. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Dat mag ook. Ja, dat is helemaal niet erg. Nee, nee. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Ja, doen we. Wij gaan vertrekken op weg naar Terwolde. Met z'n achten. Tot zometeen. Oké. Here we go. Hoi Nathan. Hoe komt het eraan? Ik ben Peter, ik ben de moeder van Rick. Ik heb een handje. Rick houdt de linker, met de rechter die geen handje geven. Hé,
Kijk eens, Nathan, waar wil je hem hebben? Op mijn arm dan. Ja, maar. Kijk eens. Dank je wel. Aan jou het hart. Dank je wel. Hoi, nou wij gaan nu op weg naar Marcel en Joyce om het Mito Hart verder te brengen. En wij zijn heel blij dat we op deze manier weer ons steentje kunnen bijdragen. We zullen zo'n 2 uur onderweg zijn, dus we zien jullie straks. Doei! Tot zo! Hallo Rianne en Dennis! Wij zijn er helemaal klaar voor om jullie te ontvangen. De oranje ballonnen en vlaggetjes en groene hangen al klaar. En uiteraard ook de poster van de Mito-estafette. Heel veel succes, tot straks. Doei. Doei. Doei, doei. De eerste 6 kilometer zitten er al op. Prachtig weer. Dennis doet het heel erg goed. Mooie route. Dus wat willen we nog meer? Tot zo, jongens. Ja, ja. Still going strong. We zijn ongeveer op de helft nu. Ja, ja. Nog zo'n 4 kilometer. Hier begint die verzuring op te treden. Nu komt het deel op karakter. Ja, dat is nu begonnen. Tot zo meteen. Yeah, halve marathon. Goed zo. Bijna. Half. Het is 2,5 marathon. Hey, goed gedaan zeg. Zo. Hey. Ja joh. Wel mooi hier erbij. Ja, echt top. Hoi. Joyce. Yes. Hallo. Super lief. Ja. Heel mooi. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Ja. Ja. Mooi. Oh, die gaan we zeker een mooi plekje ophangen. Ja. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, heel mooi. Super. Ik ga verkopen speciale fortsen voor klein steentjes. En ik heb er een dus aan Bibi. Heel lief. En heel mooi. Ja. Dankjewel. Voor op een mooi plekje. Ja, of een vakantiewegje laten we ergens achter of houten. Heel mooi. Ja. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Mooie niet-hart.
Heb je vader en moeder 21 kilometer gereden? Jullie dankjewel voor het lopen en het fietsen naar de stoet. En we zullen met heel veel liefde door gaan brengen. Naar Freek? Naar Freek en naar Laura. Daarna naar Laura. Nou, heel veel succes ermee ook. Ja. Dankjewel. Kom maar.